Hallo allemaal, hier Bouke vanuit de Tour de France. Ook je modder, man. Ook hier in Frankrijk en onderweg probeer ik samen met mijn team om zoveel mogelijk afval te voorkomen en te scheiden. Van huis uit hadden wij vroeger altijd al aandacht voor het milieu en dat soort zaken probeer ik nu ook door te geven aan mijn kinderen. Ook in het wielrennen komt er steeds meer aandacht voor het milieu. Ik weet nog dat vroeger altijd de bidons, de papiertjes, de jelletjes, die werden overal maar weggegooid langs het parcours. Tegenwoordig is dat verboden. Er staan ook boetes op. Nu zijn er elke 30 tot 40 kilometer een soort van zones waar we wel het afval en de bidons mogen weggooien. Bidons worden tegenwoordig ook vaak van biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt. En bij de ploeg hebben we dit jaar ons kledingpakket gewoon los, zonder verpakkingsmateriaal, zonder plastic eromheen gekregen. Tijdens de Tour fietsen we natuurlijk elke dag heel veel en dus moeten we ook heel veel eten. Er blijft natuurlijk ook wel eens wat over, maar om nog minder afval te hebben, eet het personeel vaak de restjes op of doet de chef het de volgende dag in een herstelmaaltijd. Op de hotelkamers is het vaak wel heel lastig om afval te scheiden. Dan gaat het toch vaak in dezelfde prullenbak. Dus dat is misschien nog wel een verbeterpuntje. Waar ook nog winst te behalen valt, zeker als ploeg, dat zijn alle plastic flessen die we gebruiken. Zowel voor de bidons als 's ochtends, 's avonds in de hotels. Ik denk dat per renner zomaar een aantal flessen per dag zijn. Dus dat gaat om heel veel plastic. Dus het zou mooi zijn als daar ooit wat anders op gevonden kan worden. Ook jij kunt afval verminderen. Of je nu op vakantie bent, onderweg of gewoon thuis, afval verminderen kan altijd. Neem bijvoorbeeld je eigen bidon mee onderweg, of een hervulbare koffiebeker, of broodbakje, of koop spullen bij de kringloopwinkel in de buurt. Het zijn misschien maar kleine dingen, maar veel kleine dingen samen maken het verschil. Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor het milieu en daar zet ik me graag voor in. Maar nu, op naar de volgende etappe.